We zijn 35 jaar geleden op een oude eeuw durende AZV zijn op een kom. Baka die maatschappij ze teka kondre. Binnen 1 jaar baka dat die ook is die SZF. SZF, 1981. Wat is er gebeurd nadat we SZF hebben gekregen? Want hoe ben Abino Ede en een leider voor het toenmalig periode revolutie tegen dat we willen ziektekostenverzekering voor het hele land. We pingen naar de ambtenaren, SZF, en als hij moest bouwen. Mensen, wat hebben we gezien? 35 jaar, 34 jaar heeft het geduurd. Een SZF-uitbreiding wacht die de Mastra-Bouterse Controle-president van Condredici tot hij de leiding weer heeft gekregen van het land met de NDP voor een verzekering bij Cambrai uit. Het heeft zo lang geduurd. Regeren op in Deno? Ja, dat ben ik. Ik kon nog bij de regering 35 jaar lang. Alle de massabundel kon overzeven. Waren ze niet aan de man? Hadden ze niet begrepen dat we hadden gezegd ASZF voor ambtenaren was het begin? Het moest worden uitgebreid. Alles er naar man bij moest moeten uit dat onvermogen zijn. Ja, bij die ziekenfonds. Als we kijken in al die 35 jaren dat nu weer een paar duizend huizen zijn gebouwd. Onder leiding van de regering, onder leiding van Dixie Bouters als president. Het heeft geduurd. Het is nog 4-7, ben je aan de macht? Ja. Heb je dit toch? Ja. Wie is het tegengehouden om voor het huisvestingsprogramma te zorgen en om een programma te maken? Was maar hoorde en tegen? Nee. Ik ben jongen die aan hier revolutie zag. Ik was een jonge vrouw. En wie bedenkt dat? Ai. Ik kom, ik zit hier. SZF kom, Trasan kom, samen met mijn huizen bouwen. Wat? Binnen enkele jaren is Suriname waar we wezen moeten. Maar dat nog zo. Om in schoolen kon te gaan bewegen. En wat zien we? De NDP is in 1987 uit die beweging van de jaren 80 gekomen. Voor tja beweging die ze naar haar idee die ze komen ervaren. Masra Bouterse. Wil ik u vandaag zeggen, mijn knappe alle de jaren elektrasma, de moro begin aan de wil looken. Attek de school en de school met een behoorlijk school in de jaren 80 en na de jaren 80. Maar wie soort bak, wie soort golf naar in dat ze a ben kon bakken en a tarawaka gewoon de partij en het idee en a heel idee van a kondre moest zetten die de gewoon lidisma in zijn naam. Heeft hij vastgehouden. En wij hebben het vastgehouden. En de partij heeft het vastgehouden. En omdat we het hebben vastgehouden, hebben we gezegd in 2010, en nu is het tijd voor deze president. En de president heeft het idee vastgehouden en hij heeft in zijn regering samen met ons al die dingen opgestart waarvan we weten dat ze moeten zijn in Suriname. Maar nog pak het. You know, up alternatief, want this massa bundel, this makis de kans. En we know shit dat in de huisvestingsprogramma. Ik heb niet gezien dat ze het ziekenfonds hebben uitgebreid. We know shit dat de bouw om een score. En er is meer daarvan. Dus, te we look at the prestatie, dan zie ik dat Densma dat die zijn niet in staat, deze beweging die we nu hebben opgepakt, voor Tjaren Gomorrofara, voor Tjaren Waka. Kijk goed, denk goed na, kijk naar het verleden. Look hoe ze alles maar doen, dan weet u één ding zeker. Densma, ze is praxeer voor Tjara Kondre van Fasita, jullie die Gomorro betere, ze zitten in de NDP. Dus, vanavond nadat je naar de televisie hebt gekeken, P7 was voor even en nu is het NDP. Want we gaan voor de 5. We gaan voor de 5. Dank u. We gaan voor de 5.